Bolletje voor bolletje en vechten tegen de secondes. Een grote groep jonge wespers probeerde vandaag razendsnel een zo hoog mogelijk ijsje te scheppen voor de deur van Nelis IJssalon. De mensen van het salon haalden zelf zo'n 60 centimeter, maar voor de ongeoefende ijsschepper was het zo makkelijk nog niet. Ik sta er toch al versteld van, want de 33 centimeter is gehaald. En dat is door een meisje van een jaar of 11 gedaan en dat is echt heel knap. Ondanks dat we speciaal ijs gemaakt hebben, maar het is toch knap, want je moet het wel binnen een minuut doen. Wat is nou het geheim van het ijs scheppen? Hoe kun je nou zo hoog mogelijk ijs scheppen? Ja, ik kan je dat eigenlijk pas vertellen als het af is gelopen, maar zorg dat de schep niet koud wordt. Dus zo snel mogelijk bolletje erin, los. Dat is eigenlijk het geheim. Toch haalden de beste deelnemers meer dan 30 centimeter en dat werd beloond. Ze kunnen vandaag een half jaar ijs winnen. En dan krijgen ze bonnen voor. Dat iedere week kunnen ze €7,70 gedurende een half jaar besteden aan ijs. Dus dat is wel leuk. Dus de wespenkinderen worden dik komend jaar? Nee, want het is één bolletje per dag en dat mag altijd.